Goedemorgen, het is 10 uur en we zitten in de auto. Yay! Yay! En we hadden gisteren, en we zitten met iedereen trouwens. Kijk, dat is met Theo, en Mark en Mika. Zesboes. En gisteren had ik gezegd dat we naar, tenminste dat het plan was dat we naar Duitsland zouden gaan, naar Kleven. Maar ik was een heel klein beetje vergeten dat we vanavond allemaal naar de tandarts gaan. En dat voelt dan toch een beetje, weet je, als je anderhalf, twee uur van iets vandaan bent, voelt niet helemaal fijn. Dus we gaan naar Haarlem. Totaal iets anders. Maar dat is ook leuk wandelen en we gaan een beetje winkelen, een beetje kijken. Ik heb niet echt wat nodig behalve een mascara. Dus, kinderen hebben wel wat nodig. Kinderen die hebben ook niet iets nodig, Mark. En Mark heeft ook niet iets nodig. Ja, zeker wel. Oh, wat heb je nodig? Dat weet ik wel als ik het zie. Oké. Okay. Dus we gaan gewoon even een beetje wandelen. En dan gaan we vanmiddag gewoon weer terug. We gaan naar lunchen. En dan hebben we genoeg tijd om straks gewoon naar de tandarts te gaan. Ik heb de slowcooker aan. En we eten chili con carne vandaag. Ik moet nog even crème fraîche ergens op de kop zien te tikken. Maar dat lukt wel. En dat is het. Ik neem jullie weer mee. Ik ben helemaal in de, weet je, de zon is achter. Vandaar dat ik zo leuk hier helemaal donker ben. Maar goed. Dus ik was vergeten wat voor dag het was. Het is maandag. En dan zijn de winkels nog niet open, 's ochtends. Dus daar was een doosje, ben ik. Oh, sorry. Ja, kijk, zo. Dus die zijn om 12 uur open. En kijk, we hebben even lekker thee en warme chocolademelk met slagroom. En ondertussen lures. Kijk, ondertussen lures. Dankjewel. Ondertussen lures op de Pokémon. Heel graag. Ja, we hebben dit gevangen, een Venusaur. En kijk, nog een update. Ik heb nog. Ik heb niet te schreeuwen hoor. Kijk, nog een update. Ik heb er nog één. Dit is de Kleppa. Echt, na twee van die dingen meteen al weer Kleppa. Heel cool. Ik schreeuw niet, Mark. Jij schreeuwt. Nou, we hebben net gegeten. Mijn broodje was natuurlijk weer niet zo lekker. Ten eerste kreeg ik hem koud. Oh. En een dunne kebab. Ja, dus jij wilde weer bij de Daily Frans gaan eten. Ik zag het terwijl het regende. Ja. Maar goed, we zijn in Haarlem, maar ik heb het gevoel dat we bijna klaar zijn in Haarlem. Wat jij, Mark? Ik heb nog niet echt veel gezien, als ik had, maar misschien zitten we op de verkeerde plek. Ja, en ik loop op een fietspad trouwens. Dus heren, we hebben bij de Lush gekocht en ik heb een mascara gekocht bij de Douglas. En dat was het wel zo'n beetje. Ja. Dus, dat is weer leuk. Ik weet niet, het regent ook af en toe. Kijk, dit is wel een mooi shot. Zie je dat? Af en toe regent het en af en toe schijnt de zon. Dus je weet maar nooit wat je dan, zeg maar, hè? Zonnebril, capuchon. Maar goed, we zijn hier ook al een tijdje. En we moeten straks toch naar de tandarts. Dus ik denk dat we een heel klein beetje in dit straatje gaan lopen. Kom, we gaan erin. Kijk eens wat een gezellig straatje dit is. Met boompjes. Want dat kunnen jullie niet zien, hè, dat het boompjes zijn. En een gnoom. Nou, dat hoeft van mij niet, zo'n gnoom. Wordt Mark ook altijd zo blij van. Maar verder is het een leuk straatje, toch Mark? Nou, hier zou ik wel willen wonen in dit straatje. Dat vind ik dan wel weer schattig. Toch Mark? Ja. Ja, kijk, er zit gewoon ook een trap, hè, daar binnen. Ja, dat is wel een leuk huisje. Ik denk niet dat we het kunnen betalen. Maar goed, we gaan even kijken waar we sowieso geparkeerd zijn. Ja, we moeten nog wel een stukje lopen. Dus misschien dat we nog wat leuke winkeltjes tussendoor zien. Maar over het algemeen, ja, leuk. Haarlem is heel leuk, maar alleen vandaag voor ons gewoon niet, denk ik. We zitten bij de tandarts. Heb ik al een keertje verteld dat ik heel erg hou van de tandarts? Dat vind ik fijn, de tandarts. Ik vind het... Zitten mensen? Sommige mensen vinden het niet leuk om naar de tandarts te gaan. We zijn er soms wel bang voor. Alleen ben ik er niet echt bang voor. En ik vind het ook weer niet leuk. Helemaal goed. Ik ben blij dat ik mijn gevoel niet rub on you, zeg maar. Maar het is nooit echt altijd het leukste. Nee, het is niet je droom. Van, jee, we gaan naar de tandarts. Nou goed.
Nou, we zijn allemaal weer goedgekeurd. Ze zaten bij Mark, zeg maar, in een vulling te, zo, te controleren. En dan viel er zo uit. Hoor. En ze zegt... Oh, woeps. Dus de vulling moest even, die is ter plekke gewoon opnieuw een vulling gemaakt. Niet dezelfde vulling. Ah, oh, we doen hem even terug. Pak de duct tape. Ja, precies. Dus Matteo is ook goed. Mika is ook goed tussen haakjes. Ik moet een beugel misschien. En ik heb 3 gaatjes. En ik heb 3 tanden waar de tante hem duwt. En 3 tanden. Oké, dus hij heeft wat gaatjes, maar omdat dat in melkkiezen zit en omdat... Dat is helemaal niet goed. Nee. Als je het zo vertelt, ik deed dit, hè? Ik deed dit. Mika, maar die vindt het... de gaatjes zitten in tanden die er op dit moment worden uitgeduwd. Door de volwassenen dus die, tanden. Dus die worden ook niet gerepareerd, want het... Maar Mika, die heeft gewoon een neiging om lekker snel te poetsen. Nou, dat is ongeluk. Nee, niet per ongeluk, want dat zeggen we namelijk elke dag. Zeggen we goed poetsen, hè? En dan zegt hij ja en dan doet hij het niet. Maar goed, in principe zijn we goedgekeurd. Ik had gevraagd of hij eventueel naar een beugel moest. Zijn tanden zijn niet schots en scheef, maar eentje die groeit, zeg maar... Nou ja, het groeit niet helemaal. Dus ik heb een verwijsbrief naar de orthodontist. Oh, ik heb even... Ja, precies. Dat gaat nu niet zo handig. Dus ik ga van de week eens een keertje bellen en kijken hoe en wat. Het is meer zeg maar een oriëntatiegesprek dan als we daar naartoe gaan, dan dat hij gelijk een beugel moet. Maar we hebben iets bijzonders. We hebben een bombe met salted caramel erin. Je moet wel... Ja. Leuk van de master. Nou, snijd hem eens even aan, nee, die bombe. Nou. Jawel. Doe maar. Heel professioneel, pap. Ja, hè? En ik zal hem door het midden hebben gedaan. Was dat hem? Nou, weet ik niet. Ik denk dat hij in 4 moet of niet. Mag door 4 aan? Ik zal hem door de helft hebben gedaan. Ja, ik ook. Maar goed, dat maakt niks uit. Iedereen doet het anders. Oh, papa, pak hem. Kijk, je kan hem nu... Kijk, heel prof... Oh, sorry. Ik gooi zo'n bord naar papa toe. Oeh. Het ziet er wel iets minder professioneel uit dan... Of hoe heet het? Ik dacht dat hij helemaal met karamel. Ja, man. Dan de verpakking. Kijk, de verpakking, daar ziet het uit alsof... Kijk, even zo. Nee, ik zie nu heel veel... Oh, nou, het loopt er wel half uit. Maar het is bijzonder. Maar goed, ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Dus dat gaan we ook even bekijken. Zal ik maar even gewoon een hapje nemen dan? Even met een beetje salt, het karamel. En moest ook in de magnetron, trouwens. En dan moest je gaan wachten. Nou, het is warm. En karamel is een beetje zoutig. Daarom heet het ook salty caramel. En bedankt, jongen. Oh my god, dankjewel. Ik vind hem lekker. Ik ben hiervoor. Ja, ik hou ervan. Oh, heet. Nou, warm. Heet. Bij mij is het heet. Oké, bij mij is het inderdaad warm. Bij jou heet. Ja, dat is natuurlijk hoe het ook heet. Nee, niet hoe het ook heet. Maar hoe smaakt het? Afgezien van... Lekker. Heerlijk. Heet. En salty. Matteo, ik wil even jouw professionele smaak... Papillen. Ja, gooi het maar af. Heel goed. Duidelijk een bombe. Betekent dat? Echt? Hij is even professioneel zijn mening aan het geven. Ja? Met wat chocola. Mm-hmm. En salted caramel. Nou. En de taste buds op je tong? De taste buds die gaan wieuw, 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 wieuw. Oké, Mark, wat vind jij? Ondertussen ben jij gewoon aan het eten. Ik dus vind ik denk... het veel meer een granaat. met saus. Met saus, is het niet zomaar? Vleugje zeezout, sodium in zit. Zeezout, sodium? Mm. Oké, okay. Nou goed, het is in ieder geval goedgekeurd. Maar het is een kersttoetje, dus het is niet iets wat we elke week kunnen kopen. Voor de mensen die zich afvroegen waar Jack was of is. Hij is er nog, maar het gaat helemaal niet goed met hem. Hij is... Is hij nu aan het eten trouwens? Ja, dat is goed nieuws. Ja. Hij is nu aan het eten, maar hij waggelt heel erg. En hij kan echt niet meer recht en snel lopen. Hij valt af en toe eens om. Hij is al... Hoe oud is hij, Mark? Nou, al bijna 3. Al bijna 3 en ze worden gemiddeld... 2. Dus ja, we hebben Jack al een tijdje. En ja, hij wordt oud. En hij, nou, ik denk niet dat hij nog een heel jaar zal leven of zo. Dat vinden we heel erg, want we houden eigenlijk allemaal best van Jack. We vinden het een heel leuk beest.
Hij is blind aan één oog. Dat is sinds een paar maanden. Ja. En ja, daarmee merk je toch wel dat het niet goed gaat. Maar goed. We gaan elke dag nu even controleren. Even kijken of hij er nog is. Onze mooie lieve Jack. Oh, nou, ik ga net zo en dan draai je gewoon om. Ben je een beetje publiek shy? Hi! Dag manneke, kom maar bij me. Hey, kom eens bij me dan. Echt serieus? Ik heb overal pukkels. Weet je, waarom? Waarom? Het is 9:50. Ik ga nog even mijn serie afkijken en dan ga ik boven lekker lezen. Ik moet morgen werken. Ik heb eerst mijn rijles en dan ga ik een paar uurtjes werken. Eigenlijk hoop ik dat hetgeen wat ik moet doen, ik moet 30 mailtjes eruit gooien. En ik, ja, weet je, daar heb je toch gewoon niet 8 uur voor nodig. Dus eigenlijk hoop ik dat ik daar binnen een paar uur mee klaar ben. Ik zou morgen 3 uurtjes werken. Als ik merk dat ik nog een uurtje nodig heb, blijf ik gewoon. Want dan hoef ik woensdag niet ook te werken. Ze was een beetje geïrriteerd. Want in eerste instantie zei ik, ze belde vandaag om te vragen, vanavond, ze belde 's avonds om te vragen of ik deze week tijd had. En toen zei ik van, nou, ik heb donderdag en vrijdag heb ik tijd. En dat vond ze heel erg laat. En toen begon ze zo van, we hadden afgesproken dat je 3 dagen in de week beschikbaar zou zijn. En toen zei ik gelijk, nou, ik heb met je collega overlegd. Die had geen werk meer voor me. En toen heb ik gezegd, ik ga deze week weken inplannen met mijn kinderen, want die hebben vakantie. Ik denk, ja, ik kaats gelijk die bal terug. En natuurlijk heb ik afgesproken dat ik 3 dagen in de week beschikbaar ben. Maar dat betekent niet dat ik elke maandag gebeld word om te vragen wanneer ik kan werken. En dat ik dan de hele week vrij hou of zo, weet je. Want zo werkt het gewoon niet. Dan ga ik morgen ook even met haar overleggen van wat ze nou willen. Want hun opdracht is niet duidelijk. Het is niet duidelijk hoeveel tijd ze me nodig hebben voor wat en wat de opdracht precies is. En vorige week, twee weken geleden, heb ik de opdracht in zoverre afgesloten. En moest er een akkoord komen voor die mailtjes. Nou, dat is er nu blijkbaar, dus dat ga ik dan toch eventjes doen. Maar daarna is het weer onduidelijk wat ze wel niet hebben. En ik kan natuurlijk niet, zeg maar, elke week gewoon vrij houden totdat ze me een keer bellen om te zeggen dat ze weer een nieuwe opdracht hebben. Zo werkt het gewoon niet. Dus ik moet dat eventjes morgen goed gaan overleggen en kijken van wat ze nou eigenlijk willen. Want ik heb geen 0-uren contract. Daar ben ik ook echt niet voor en dat ga ik ook echt zeggen. Ik ben in zoverre flexibel, maar ik wil niet gewoon elke week horen of ik wel of niet hoef te werken. Daar heb ik gewoon echt geen behoefte aan, laat ik het zo zeggen. Wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, nou dat was het. Dus morgen is weer een gekke dag. Ik weet niet hoe de vlog gaat lopen. Eerst heb ik rijles en dan gaan we vooral de olie peilen en dat soort dingen een keertje doornemen. En ik had al gevraagd of hij mij bij mijn werk dan wilde afzetten. Dat scheelt weer een half uur. De kinderen zijn morgen dus ook echt het grote deel van de dag alleen. Ik heb aan ze gevraagd of ze wilden dat mijn moeder hier naartoe kwam. Maar ze wilden het een keer proberen. Nou goed, prima. Mag van mij. Als het niet gaat, dan hoor ik het wel. En woensdagochtend, als ik het nog niet allemaal klaar heb, moet ik ook werken. En 's middags heb ik een afspraak met een vriendin. En dan gaan de kinderen naar Jumping Jack in Almere. Nog wat. Dus, dat is het. Ik ben heel erg verkouden, maar ik ben niet ziek of zo. Ik zie er wel trouwens echt heel ziek uit. Maar goed, ik ben alleen maar verkouden en dat is heel erg irritant. Maar verder is er niks aan de hand. En ik ga zo direct lekker naar boven en slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Smile feel pretty.